Zou er een formule bestaan voor geluk? Is geluk maakbaar? En als dat zo is, hoe pak je dat dan aan? Roei Verveer bracht een bezoek aan Scheltema voor zijn boekpresentatie Geluk hebben is geen kwestie van geluk. Na Roei's boekpresentatie op 29 oktober 2020 ging Scheltema in gesprek met Roei Verveer over hoe je geluk naar je eigen hand kan zetten. En hoe je dat geluk niet langer aan het toeval overlaat. U heeft natuurlijk het nieuwe boek uitgebracht en zojuist de presentatie daarvoor gegeven. U geeft aan dit boek vanuit uzelf geschreven te hebben. Waarom is het voor jou belangrijk om juist op dit moment het boek te lanceren of te publiceren? Dat ga ik je vertellen. Het was meer, tenminste, dit was wel de bedoeling. We zouden hem al publiceren. Dat was vorig jaar al bepaald, voor corona. Dus ik ben een anderhalf jaar bezig met het boek en we hadden al bepaald, volgend jaar oktober komt het eruit. Ja. En toen kwam corona, waardoor mensen denken van, nou wel goed dat het nu uitkomt in deze tijd dat mensen, dus dat omarm ik, maar het was niet gepland. Zoals een geluk bij een ongeluk. Ja, ja, zeker. En hoe maakbaar is het geluk voor u? Het is heel maakbaar. En volgens mij voor iedereen, en daarom heb ik het boek geschreven, omdat veel mensen de afgelopen jaren aan mij vragen van, maar jij bent altijd zo positief, hoe komt dat je zo blij bent, wat er ook gebeurt, je blijft lachen. Maar het is mijn hele leven al zo, alleen nu valt het op omdat waarschijnlijk de situatie in de hele wereld een beetje grimmiger is geworden naar elkaar toe, waardoor het nu pas opvalt dat ik altijd vrolijk ben. En toen heb ik een show gemaakt, 2 jaar terug, Happy the Peppy. En dat ging hierover, over de dingen die ik overkom, hoe mensen negatief naar mij doen en wat ik ermee doe en hoe je ermee om kan gaan met verhalen en humor en alles. En na de show kreeg ik heel veel reacties van mensen die mij mailden van ik ben zo blij van je show weggegaan, ik zie het leven nu anders, dank je wel. Ik heb zelfs gehad dat mensen zeiden, we hebben het thuis besproken, mijn man en mijn 2 kinderen hebben gezeten en gezegd, we komen net van de show van Roei Verveer, hij heeft dit en dit en dit, laten we 3 weken proberen de dingen zo aan te pakken, kijken hoe. En toen mailden ze van, nou het gaat nog steeds goed, we hebben besloten altijd zo te leven. Vanaf het begin heb ik niet het idee dat het zo zou uitpakken. Ik maak eigenlijk een show om mensen te vermaken met mijn verhalen. En toen bleek dat mensen dus geïnteresseerd waren in, maar vertel me ook alweer, want ik heb die show gezien, maar ik was vergeten. Wat deed je ook alweer om zo te blijven, hoe ga je ermee om met dingen? En toen dacht ik, dan wordt het tijd om het in een boekvorm uit te brengen. Dat mensen het gewoon bij zich hebben altijd, met leuke verhalen, dat ze ook kunnen lachen. En niet alleen de serieuze dingen ofzo. En was er voor u ook een bepaald moment dat het voor u een omslagpunt was van oké, dit kan ik echt gebruiken om naar buiten te brengen. Is er een specifiek moment voor jou geweest dat je dacht, dit is wat andere mensen fijn vinden om te horen, dit moeten andere mensen weten? In principe was het met de show al. Dus ik begon met de show en ik ging mensen vermaken, maar naarmate de reacties kwamen, over hoe blij mensen waren na de show, dat ze naar huis gingen en over het leven gingen nadenken naar aanleiding van mijn show, dacht ik, ik maak gewoon een show dat mensen op te lachen. Ik wist niet dat het zo serieus werd opgepakt. Dat is nooit mijn insteek van een show. Mijn show is echt mensen vermaken. Als dit het gevolg van is, dan ga je die show anders bekijken. Zo van, oh, het betekent wat voor mensen. En toen had ik eigenlijk al het idee, want ik ben geen schrijver in principe, dus ik denk niet in boeken. Ik denk in shows, dus toen ik eenmaal die show deed en mensen reageerden zo positief, dacht ik, ik heb iets. En dit moet iedereen horen. Als je bedoelt wanneer het idee gaat om dit onderwerp verder uit te breiden, dat was in eerste instantie met een show. Ja. Dat ik dacht, hé, ik heb een goede show, want mensen reageren op deze manier. En in welke motivatie heeft u dan het boek geschreven? Vanuit de motivatie, ik wil mensen blij maken, of vanuit de motivatie, ik wil mensen helpen? Ik helpen, dat maakt het zo groot alsof ik dan een soort guru ben of wat dan ook, maar ik wil mensen in ieder geval dit boek laten lezen en dat ze denken, hey, zo had ik er nog niet bekeken, hey, zo kan ik er ook mee opgaan, zo, of hey, wat heb ik gelachen met die gekke verhalen van Roei, of ik ben 2 uurtjes bezig met het boek, ik voel me ineens heel positief, maar wat hij heeft geschreven, dat klopt helemaal niet voor mij, vind ik ook goed. Ja. Toch, want ik wil niet over, maar ik durf te wedden dat er mensen zullen zijn die alles maar 1 of 2 dingetjes eruit gaan halen en zullen denken aan mij wanneer ze weer in zo'n situatie zitten. Ja, en
Wat staat niet in het boek wat jou wel erg helpt om, om die positieve vibe te pakken? Er staat best veel in het boek van hoe ik de dingen behandel. Maar er zullen vast ook een paar dingen zijn die er niet in staan. Bijvoorbeeld, op dit moment heb ik het... waarom heb ik het niet overgeschreven over wanneer ik zelf, want het is voor mij ook niet alleen maar feest de hele dag. Nu bijvoorbeeld in deze coronatijd merk ik dat zelfs ik, om hetzelfde gevoel van geluk te behouden, dat ik iets dieper moet gaan dan normaal. Mm-hmm. Normaal is het voor mij, ik hoefde niet ver te gaan om vrolijk te zijn. Ik wist, dat komt goed joh. En zelfs nu moet ik zelf iets dieper, ik haal het wel. Maar het kost mij iets meer moeite. En dan denk ik, laat staan, mensen die in basis niet zo zijn, die hebben het nu echt moeilijk. En iets dieper, wat bedoel je dan? Zijn dat dingen of gesprekken die je opzoekt of andere vormen om jezelf te... Gewoon bij mezelf. Gewoon met ik merk dat ik toch nog vaak als ik alleen ben denk, hoe gaat dit eigenlijk eindigen? Hmm. Hoe gaat het nog goed komen? En dan denk ik, natuurlijk kan het goed komen, doe je, kom op, je weet toch dat het goed kan komen. Even doorzetten, even. De gesprekken, alleen het feit dat ik dat gesprek met mezelf heb, geeft al aan dat het iets dieper is voor mij. Ja. Maar normaal gaat het altijd goed komen. Alleen nu moet ik mezelf overtuigen. En is dit boek dan geschreven voor de mensen die die dialoog met zichzelf minder goed kunnen... Ja, die zullen er, hoop ik, veel aan hebben. Maar ook mensen die denken dat ze het goed voor elkaar hebben. En die nu erachter komen van, hey, dit kan ook nog. Snap je? Maar de mensen die inderdaad niet standaard zo denken, die zullen er veel aan hebben. Dat heb ik ook gemerkt aan die reacties na die show. Mensen die kwamen en zeiden, ik ben zo iemand waar je het over had. Ik ben altijd negatief en ik zie het altijd somber in. Maar vanaf nu ga je proberen. Voor die mensen is dat boek. En er zitten altijd stukken in een boek waar je jezelf meer bij voelt dan andere stukken. Bij welk stuk in het boek heb jij de meeste verbintenis? Er zijn een paar stukken in het boek, die, daar kom je niet omheen. Ik moest eerst door wat droge stof heen. En dan zitten de verhalen, de anekdotes, de grappen, de voorbeelden. Op zijn ways. Vertellen wat ik bedoel. Die stukken vind ik het leukst. Ik heb dat boek ook ingelezen, zeg maar, ingesproken voor een luisterboek. En ik merkte ook dat ik bij die stukken... Wat vrolijker werd ook bij het lezen. Ja. Dus, maar een specifiek punt in het boek waar ik echt iets mee heb is de dag, maar dan ga ik iets verklappen nu wat in het boek staat. Het gaat over de mooiste dag in mijn leven. Een kantelpunt waardoor ik denk dat ik nu ben waar ik ben qua zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid. En dat is gebeurd toen ik 15, 16 was. Heb ik naar mezelf gekeken en gedacht, hey, luister. Je weegt bijna niks ten opzichte van je vrienden, je bent dun, je mond lijkt groot, je hoofd lijkt groot. Maar dit is wie jij bent en vanaf dat moment ging ik me anders gedragen ook. Ik kwam op de voorgrond en ik maakt niet uit hoe ik eruit zag, ik deed het op een andere manier. En dit boek is denk ik een preventieve benadering voor hoe je jezelf gelukkig zou voelen. Dat is de laatste vraag ook. Hoe weten mensen dat ze... datgene voelen wat jij ook hebt gevoeld? Het is een kwestie van voelen, maar hoe voelt zoiets? Hoe heb jij dat ervaren? Ik wist ook niet dat dit zou gebeuren. Hè. Dit is achteraf. Mm-hmm. Op het moment dat ik had geaccepteerd van luister, je kan eten wat je wil, je wordt niet dikker, je kan doen wat je wil. Wat je wel bent, hoe heen. En mensen vinden je leuk of gewoon hoe je bent. Maar als je dat gaat omarmen, wat ik heb gemerkt is dat mensen niet eens meer zagen dat ik was echt dun en klein en mijn andere vrienden waren al lang. Ik was de kleinste van de groep. Ik dacht, oh, laat me alsjeblieft nog een beetje groeien. Op het moment dat ik dat had geaccepteerd, keken mensen ook anders naar mij. Ik heb het wel als voorbeeld. Je hebt soms een beetje een gezette vrouw die midden op de dansvloer gewoon aan het dansen is, alles. Dat zie je niet meer of ze dik is of niet. Maar als iemand dik is en in een hoekje gaat schuilen en een beetje, dan valt dat op. Dat is het voorbeeld dat ik altijd aanhaal. Terwijl soms zie je dikke mensen op de vloer. En losgaan en zo. En iedereen denkt, wat een leuke vrouw is dat. En dan zie je dus dat jezelf accepteren ook een groot deel is van uiteindelijk het gelukkige gevoel waar ik het over heb. Misschien wel het belangrijkste.
Bedankt voor je tijd en heel veel geluk met het boek. Ik ben nu al gelukkig. Dankjewel. Graag gedaan.